You can go from online to American Bergman in this new outfit. But at Europe-based championship in Frankrijk, there's the Zwitserse and the Franse buurlanden van elkaar. We spelen met het gastland Frankrijk natuurlijk. Als Frankrijk win, zijn ze gewoon eerste. Trouwens, kijk maar, als ze verliezen, maakt het uit, want ze blijven toch de eerste. Dus op weg naar de volgende ronde, denk Frankrijk, we zijn er nog. Maar het voortvieden van de Zwitserse. Frankrijk stort uit. In Frankrijk. Maar Zwitserland is aan het vliegen. Zwitserland heeft niet kunnen winnen van Roemenië. Maar wel van. Of aan de staat. Zwitserland 4 punten. Eén doel van het toernooi van start voor de Fransen. Ja, ze staan echt te trappen om te beginnen. Volgens mij wel, weet je. Oh, dat is een beetje. Oké, Zwitserland gaat af in dat Frankrijk stadion. Even dit weer, maar ik zeg nu dat het weer gaat gebeuren. Oh, zij, dit mag wel een penalty zijn. Benzema. Hij ontspeelt de manddekking. Ja, en nu. Nee! Nee, die bal gaat er niet in. Ja, dat is jammer. Heel jammer. Helaas geen doelpunt. Frankrijk! Ja, dat is een doelpunt. Dat is 3. Dat is misschien wat dikke hand. Zij zet geen voordeel. Wat? Nee, toch een vrije trap. De voordeelregel wordt teruggedraaid. Oh, snel van al die vrije trap. Shakiri. Jij gaat er nog toe. Verdediger is kansloos. Jij? Ja, dat is mij net zitten. Ja, dit kan de inhoud zijn van. Shakiri. De verdediging is in vorm. Ook op de flanken. Dat had er niet meer van. Ook op de goede kans hier. Aanval wordt gestopt. Ja. Frankrijk. Nu hebben we een kop. En toen. Alleen ik ga de gasten niet uit aan topgrens. Zelfs als ik uitkijk naar die kop.
En de vijfde punt, een asmatron. Wie zit erin? Wat zouden ze zonder hem moeten? Ik weet het niet, Evert. Hij is de grote man en dat bewijst hij hier maar weer. En ze hebben hem alweer te pakken. Goed werk daar. Benzema. Gevaarlijk op een voorzet van de zijkant. Is er iemand om de bal aan te nemen? Hij speelt graag op het randje. Is dat het spel? Ja, maar dan moet je timing wel goed zijn natuurlijk. Ja, dat is wel. Ja, en nu? Hij wil het afleggen. Dat is maar nog niet, dat is niet. Bal nu in handen van de tegenstander. Benzema. Dan schiet hij. Afleggen. En wat kan Frankrijk met deze hoekschop? Grote paniek en weggewerkt uit achterhoek. Ja, aan. Stop de bal. Die breekt hem op. Ja. Bal gaat over de achterlijn. Hoekschop voor Frankrijk. Kom bal. Wie gaat erin? Dat is een goal. Vanuit een corner gaat hij erin. Ja, de keeper is goed. Goed gekopt hier. No way! Frankrijk kan alle wedstrijd winnen. Hoe ver zal dit land in Frankrijk komen? Dat is een van de mooiste vragen. Benzema. Niets daarin. Ja, en ja. Het doel! Het gaat eigenlijk makkelijk. Een groot gapend gat nu tussen de beide partijen. Ja, het verschil wordt nu wel erg groot. We kunnen leren van deze wedstrijd. Hij probeert het met een lopje. Daar komt de keeper nog net met zijn vingers tegenaan. Hij laat ze niet verrassen door het balballetje. Nee, goed gered. Goed gezien van de keeper. En de keeper heeft hem zonder problemen. Hij houdt hem binnen. De scheidsrechter heeft een vrije schop. Vertoonde spel in de eerste helft. De tweede helft gaat beginnen. Ik ben benieuwd of die net zo eenzijdig zal zijn als de eerste. Als dat zo is, dan gaan we vandaag een hoge doelpunt te bestrijden. Tweede kaart. De master gaat nasty. Kan je?
is ontwikkeld dus lang en dan weer bal bezit. Ja, dat wordt een ongelukkige overtreding, zullen we maar zeggen. Kan ik haar worden? Daar krijgt hij veel voor. Shakiri. Belangrijke tackle. Vrij timmer de sliding. Hij is niet op snelheid. Ja, dat goed voorgegeven. Wie loopt er tegenaan? Buitenspel volgens de scheidsrechter. Ik heb zomaar twijfels. Dat had een doelpunt kunnen zijn. Ja, dat was wel buitenspel. Er komt de verse kracht in. Shakiri. Die keeper nou doen, ja, joh, hij moet zijn taakomschrijving nog eens doorlezen. En op de onder druk van de verdediger. Houdt die bal bezit. De ding is. Met op tijd onderschept. En weer terug die bal. Prima ingrijp van de verdediger. Ja, en nu? Dat levert gevaar op zijn schot. Dat levert gevaar op zijn schot. Ja, ik was er niet aan het vuren. Dat is niet. Dat is niet. Dat is de bal is te doen. Tijd voor de coach om in te grijpen en een andere tactiek te hanteren. Nu eens zien of ze de bal is naar de die kan er niks van. Als ik ze trainen, dan wist ik het wel. Bardetta! Het leek mij dat die net niet buiten spel stond, maar de assistentscheidsrechter heeft kennelijk een andere mening. Bereikt zijn ploeg over die kopbal. Ja, en nu? Hij neemt hem. Oh! Dit naast. Steeds wat ze kunnen, zie ik het somber in. Benzema. Ja, en nu? Hij gaat zo. Ah nee! Ik ben ziek. Maar hij weet het weg te werken. Wat een optimist.
ideaal. Dat is veel. De coach besloot dat het wel mooi was zo. Het leek er niet op dat ze het zouden redden. En in deze tweede helft wil hij er meer werk van maken. Dus kijken of zij een plannetje slaat. Goed. Ja, en nu. Ik ga erin. Hij zit erin. De aansluitingstreffer. 2-3. Jullie hebben zo weer gevallen. Hij had het nieuws niet vast even, de keeper. En, ja, dan kan de spits hem zo maken. Zou hij ook zijn boekje uit zijn zak halen? De scheidsrechter trekt een gele kaart. Maar ik kijk nu ook af. De poging was aardig, maar de redding van de doelman mag er ook zijn. En de bal kwam vast. Ze vechten om de bal. Speel de bal weer terug. Ja, en nu? Ja, dat is goed. Hij heeft de bal. Ja, dit was 4-2. Dit was 4-2, nee. Nou, dat ging maar net goed. Want als je te laat bent met zo'n actie, heb je de speler in plaats van de bal te pakken. En dan weet je wat er gaat gebeuren, Jori. Ja, dan gaat de bal op de stip. Dit was weer wel 4-2. Dit was de 4-2. Nee! Weer niet. Hij is nu op afstand. Goed, Truut geeft uit die aanval gehaald. Erg nuttig. Ja, en nu? Hij is er door, hij is er door. Maar goed dat hij nog de kruis ging. Anders had het... Ja, en nu? Dat ziet er goed uit. Er staat een verdediger in de aanval voor. Benzema. De blessure tijd. En dat kan weer de beslissende goal worden. Als hij doorgaat, jij gaat door. En we zitten nog steeds in de goal. En dat is vuur tijd. Dat is een tweede. Ze krijgen het niet. Als die heel goed gereageerd van de spits, moet hij ook ter deur lopen. Die kan wel loslaten. De paas wordt uitgehaald. Je kan wel zeggen dat dit team een opmars is. Zoals ze vandaag speelden, heb ik ze nog niet vaak gezien. Nee, en dan zo'n eerste wedstrijd altijd lastig om te spelen. Ze hebben het gewoon goed gedaan. De eerste wedstrijd is de laatste wedstrijd, joh. Het zit en de speler kan alles in de boek hebben gewonnen. En dan even te laten die u hier bij meteen. Bedankt voor uw aandacht. Zwitserland weet niet als ze doorgaan en Roemenië ook niet. Dus. Jongens, ik ga het dus hierbij laten. Over een half uur komen ze een keer rood en goed dat ik heb kijk waar we daar aan het kunnen doen. Kijk eens, ik hoop dat jullie even lekker willen zien. Ja, morgen. Ja, volgens mij komt morgen wel weer EK 2016 ook twee wedstrijden, want morgen is het zaterdag. Ja, op een zaterdag moet er ook twee. Er komt gewoon twee wedstrijden. Want het is weekend. En dan heb ik geen zin om weer zo'n andere pokkenvideo te doen. Kijk, bedankt voor het kijken. Bedankt voor een like. En tot morgen dan maar weer, jongens. Mazzel!